Wie houdt er van Song, Siri? Ja. Iedereen! Song maar! Ik heb het graag nodig voor die Siri, Song Siri, Wilma, Angelique, Ed, David, Rosmijn, Marloes. is de Song, die kleine theatertje in Blijswijk, een beetje een vrijwilligerstheatertje, zoiets denk ik een beetje. En ik heb daar mensen voor nodig. Wie zitten er allemaal in die in de vrijwilligersorganisatie? Geen namen, wat voor functies hebben wij hier? Kantinejuffrouw. De kantinejuffrouw. Kantinejuffrouw. En mijn naam, ik naam voor die kantinejuffrouw. Burgemeester. Ja, burgemeester. De naam, we hebben ook een burgemeester. Wie is de burgemeester? U mag zeggen. Dijk, die? De naam voor de kantinejuffrouw. James. En voor de burgemeester? Maar voor Wilma, wat voor functie voor Wilma? Assistent-theezetter. Jullie hebben hier assistent-theezetter. Naam? Plus. En voor Ed? Oudsmijter. Boris. Boris, oudsmijter. Kom maar los. Voorleesmoeder. De voorleesmoeder ook nog hier? En de naam? Thea, ja. Onze brein? De theezetter. Wil je nog een naam? Magnolia. Voorstellen voor de mensen, een beetje verwarrend zo. Ja, ik werk in het team en ik ben Jay. Ik ben Truus en ik ben sinds heel kort nog maar assistent theezetter. Meneer Boris, en ik smijt uit. Ik ben Thea, en ik lees voor. Het plan is hij. En ik ben burgemeester van Lansingerland. Sirius. Mag ik misschien een kleine introductie? Zie je, verwarrend, op zoveel mensen. Hoi, ik ben Astrid en ik zet hier thee. Lekker. Ja, de intro volgens hè? Zing de intro liedje maar even. Kort. Ik ben Truus en ik help met zeecentrum. Super, tot hier, dankjewel. De eerste scène. We gaan eerst even terugkijken naar vorige week. Burgemeester en Boris samen een discussie hadden over de voortgang van het theater. En waar moeten wij dan staan op het podium? Niet. Wat hebben we afgesproken? Ik spreek je eruit! Boris? Nee! Ik heb dus besloten dat eigenlijk dit gewoon plat moet. Nee! Want de bibliotheek dat loopt allemaal niet meer en... Als dit plat gaat... Dan spreek ik jou eruit. Tot zover van vorige week. Deze week in Theater Het Web. Het theatertje in Blijswijk. Ja, het is echt ontzettend belangrijk dat al die kinderen natuurlijk wel voorgelezen worden. Want ja, helemaal met al die kindertjes met taalachterstand tegenwoordig. Autisme, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Ja, maar één ding kan dus echt niet. Maar één ding kan dus echt niet. En dat is ongeletterdheid. Ja, en limonade! En limonade kan ook echt niet, voor een beetje hyper. Ja, dat plakt dus zo! Ik moet de kinderen gewoon lekker een kopje thee geven. Ja, ja, lekker kopje thee! Op dat moment in de kantine. Ja, schat, ik moet je wel wat bekennen.
beginnen. heb je een kinderwens? Dat was wel fijn. Maar laat je vrouw er niet achter komen, hè? Ik maak het thuis! Freeze. Automatisch. Michel, we zien, kijken nu eventjes naar Boris op de wc. En die laat alles de vrije loop. Fries, ondertussen in het podium. Hallo, we komen net op, dat hoort er toch? Super. Oh. Ja. Oh, sorry. Maar dus we. Hallo. Oh. Ze raak in de war. Ja, Lart. Ik denk dat ik een manier heb gevonden om subsidie te vinden. Want daar zijn we. Ja, ja. Oh. Een beetje subsidie voor de voorleeskindjes. Oh. Want er komen steeds meer kindjes bij, zeg maar. En die moeten natuurlijk allemaal voorgelezen worden. Dus ja, ik denk dat ik wel een padje heb gevonden. Ja, het was niet zo handig, hè, om die foto's op je bureau te laten liggen. Hé, die vrouw zag er wel heel anders uit, hè. Jij hebt die foto's dus gezien, ja. Ja, wijk op je bureau. 3 uur later, in het theater, komt de burgemeester met een zak geld. Horus. Ja, hier ben ik, burgemeester. Ik heb besloten dat het eigenlijk een heel goed idee is om gewoon het theater hier te houden. Echt waar? Oh. Echt waar. Oh. En 5 minuten later, die bekentenis van Boris bij de voorleesmoeder. Oké. Ja, ik heb het gedaan. Al die kinderen eruit geplukt! Allemaal! Ja, ze maken herrie, ze stinken, ze komen te laat, ze vreten alles op. Moet ik verder gaan? Maar dat is wat kinderen doen, Boris! Als ze de regels het nog niet kennen, iemand moet toch die regels het aan haar voorlezen? Freeze! En dan zet je hem er dus in. En dan druk je op het knopje. En dan moet je wachten tot het knopje weer terugspringt. Ik vind het zo moeilijk. Ja, dat is ook moeilijk. Maar gaat het jullie zelf eens een keer proberen. En assistent zegt nu wat ze weet van het complot tussen Boris en de burgemeester. Ik weet van het complot tussen de burgemeester en Boris. En hoe dat verder gaat, zien we volgende week.